Ontevreden burgers en vertegenwoordigers van politieke partijen en maatschappelijke groepen zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren. Hiermee hebben de actievoerders hun ontevredenheid over de voorgenomen wijziging van de wet op de staatsschuld kenbaar gemaakt. NDP-fractievoorzitter Amzat Abdul heeft eerder gesteld dat de wet haar doel voorbij streeft en daarom dringend gewijzigd moet worden. Echter zijn de protesterenden fel gekant tegen de zienswijze van de coalitie. Met name de Bankiersvereniging en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven VSB zijn geen voorstander van een aanpassing op de wet. De NDP heeft echter geen oor voor de kritieken. Vooraanstaande personen, onder wie vakbondsman Robbie Berenstein en VHP-voorzitter Chan Santokki, hebben de verschillende nadelen van een eventuele wijziging aan het publiek voorgehouden. Daarna heeft de groep een petitie ingediend bij vicevoorzitter Melvin Bouva. Het verzoek van de protestgroep is dat de wetswijziging wordt afgekeurd door het totale parlement. Deze petitie, we ervan uitgaan dat als we dat aanbieden, dat als volksvertegenwoordiging u daar op een correcte wijze aandacht aan zal besteden. Want het is niet Ian met de pet die praat. Ja, het zijn, net, ik heb ze net genoemd, bijzonder belangrijke groeperingen in die samenleving. We zijn hier met de mensen, ja, die die groeperingen vertegenwoordigen. Maar gaat u ervan uit dat het om iedereen gaat die bij deze mensen zijn aangesloten? Ook mensen die u in staat hebben gesteld hier te zijn als afgeleden, omdat ze op u hebben gestemd. Ja. We gaan u precies zo straks voorlezen. Parlement, nogmaals, we doen een beroep op u, voorzitter. Omdat dit van levensbelang is voor ons. Van mij kunt u niet verwachten dat ik de leden ga oproepen om wetten af te keuren of dat terug te nemen. Zo gauw u daar beroep doet op het democratisch recht, geloof ik dat we moeten beseffen dat aan alle zijden van het spectrum personen staan, mensen staan, vertegenwoordigers staan, die zich ook beroepen op hun democratisch recht. Dus met respect voor democratie is het natuurlijk zo dat het meeste wat ik kan doen is afgeven, de discussie mede op basis hiervan te laten voltrekken en daar als parlement een beslissing over te nemen. De actievoerders hopen dat de actie een signaal zal zijn aan de regering. Echter zijn ze zelf niet blij met de opkomst. Als ik naar deze menigte kijk, dan zijn we te zwak. Echt, we zijn te zwak. Ik roep de kijkers van, komen jullie massaal. Weet je, het gaat te ver. Het hoeft niet zo ver te gaan. Weet je, ik heb zelf verlof gevraagd voor 2 uurtjes. Kijk, bouwvakken. Maar mij heb ik gewoon knap aan de vijf zondje, alle fasie. Laat onze stem horen op een vreedzame manier. En dat is wat we willen. Overigens, bent u tevreden met de opkomst vandaag? Nee. Nee, ik had veel meer verwacht. Want er zijn zoveel klachten uit het publiek. Maar ik weet niet waarom ze niet komen. Ik ben niet tevreden over de opkomst. Ik had meer mensen verwacht. Eerlijk gezegd, ik had meer mensen verwacht. Echt waar. Want die mensen hebben opgeroepen, scholieren waren om 12 uur vrij. Ze moesten hier komen na 1 uur. Het zijn alleen maar mensen, denk ik, die gewoon vrij zijn of die niet werken of zoiets in de geest, weet ik niet. Maar ik had meer mensen verwacht. Ook scholieren had ik ook verwacht, maar die heb ik ook niet gezien. En dat is wel jammer. Actievoerders vandaag voor het parlementsgebouw nadat een petitie is ingediend tegen de voorgenomen wijziging van de wet op de staatsschuld. De protesteerders zijn niet tevreden over de opkomst.